Hey, ja, wat is er? Hey, doe die deur eens even open. Wat is er dan? Nou, volgens mij loop jij te rommelen met mijn vrouw. Wie, ik? Ja, jij. Nee, joh, wat zou ik dan ooit doen met jouw vrouw? Nou, ik geloof er helemaal niks van. Ah, ik zou jouw vrouw nog niet meer een tak aan willen raken. Ja, dat zeg je nu. Nou, we zijn toch vrienden? Je doet of je van niks weet en je gedraagt je lekker stoel. Maar ik heb je toch gezien in je eigen huis op de keukenvloer. Was je soms vergeten dat ik ook jouw sleutel had? Jij zat met mijn eigen vrouw, zeker wel een uur in wacht. Hoe kun je nou zeggen dat je vrouw zou willen? Ze draait met haar kont, maar ze heeft toch geen billen? Als ze lacht, staat zij een beetje gek te gillen. Ik steek nog liever 103 Viagra pillen. Ze is zo lelijk, wat is dit een rare vraag? Wees een beetje duidelijk, doe niet zo vaag. Ik wil een vlotte vrouw, jouwe is te traag. Wees dat toch eens duidelijk, dat wil ik graag. Ik zag haar met je op de stoep staan. Ik was het niet. Ik zag je plooien op de sofa. Ik was het niet. Ik zag iets zelfs in de douche doen. Ik was het niet. Ik heb het zelfs zitten filmen. Ik was het niet. Ik zag de krassen op je rug staan. Ik was het niet. Ik weet ook wat je haar gezegd hebt. Ik was het niet. Ik heb jullie samen horen schreeuwen. Ik was het niet. Waarom blijf je nou ontkennen? Je doet of je van niks weet en je gedraagt je lekker stoel. Maar ik heb je toch gezien in je eigen huis op de keukenvloer. Waarom vertel je mij niet eerlijk wat je zeker hebt gedaan? Dan heb ik een goede reden om haar weg te laten gaan. Ik kan je heel wat over je vrouw vertellen. Ze zit altijd met vreemde mannen te bellen. Ze neemt je in de maling, kan je dat niet zien? Zij verdient een 1, zeker niet een 10. Word nou even wakker en stel je niet aan. Volgens mij kan jij haar beter laten gaan. Denk je nou echt dat ik wat met haar zou doen? Ik raak haar niet aan, zelfs niet voor een miljoen. Ik zag haar met je op de stoep staan. Ik was het niet. Ik zag je klooien op de sofa. Ik was het niet. Ik zag iets zelfs in de douche doen. Ik was het niet. Ik heb het zelfs zitten filmen. Ik was het niet. Ik zag de krassen op je rug staan. Ik was het niet. Ik weet ook wat je haar gezegd hebt. Ik was het niet. Ik heb jullie samen horen schreeuwen. Ik was het niet. Waarom blijf je nou ontkennen? Je doet of je van niks weet en je gedraagt je lekker stoel. Maar ik heb je toch gezien in je eigen huis op de keukenvloer. Was je soms vergeten dat ik ook jouw sleutel had? Jij zat met mijn eigen vrouw, zeker wel een uur in wacht. Weet je wat je nu mag doen? Neem jij mijn vrouwtje lekker mee? Ik hoef haar niet meer te zien, jij brengt me op een goed idee. Ik ga genieten van het leven en ik zet haar aan de kant. Je mag haar hebben, maar pas op, ze is ontzettend bij de hand. Het maakt niet uit dat je van niks weet, dat vind ik wel lekker stoel. Ik hoop je vaker te zien met haar op je eigen keukenvloer. Ik zal nooit vergeten dat je ook een sleutel had. Ik hoop voor jou en mijn ex een bruisend golvend bubbelbad. Nou, ik ben eruit. Ik hoef het niet meer. Je mag je hebben. Nou, ik hoef het ook niet te hebben, hoor. Ja, maar je hebt het toch al een keer met haar gedaan. Hoezo? Heb ze dat gezegd dan? Nee, maar dat heb ik toch gezien? Nou, ik was het niet, hoor. Misschien dat het mijn broer was. Die heeft een beetje dezelfde haren als ze nat zijn. Dat zou natuurlijk kunnen. Nou, als dat je broer is, dan ben ik zeker de paashaas. Ik was het niet. Nee, nee.